Yes, we are ready. Oké, goeiedag lieve mensen. Wij zijn vandaag in Arnhem. Mr. Sam van hier zo. Wij zijn hier met de vraag. Als de moeder van jouw maat een move op jou zou maken, zou je haar pakken? Of zou je liever trouwen met een vrouw die 50.000 euro in schuld is of 50 mannen heeft geswished? Let's go. Swish. Hij is een 10, maar draagt sandalen. 4. Oké, mag ik vragen? Oh, we hebben een minger erbij. 4. Oké, hoezo 4? Het is gewoon vies. Why? Ja, het is raar. Oké. Het zijn mooie sandalen, Gucci sandalen. Alsnog, je kan gewoon schoenen kopen. Oké. Yeezy's toch? Zegt het goed toch? Ja. Ah, oké. Rich girl. Als je 10 jaar geleden geboren was, hoe oud zou je nu zijn? 0? 2. In principe 3 jaar, want 0 is eigenlijk, je bent 0. En dan plus 2 erbij is 3. Dus 0 is ook eigenlijk een jaar die je meetelt, toch? Shut your stupid. Hoeveel continenten zitten er in Europa? Wat continenten? Broer, één continent. Toch, Europa is een continent. 7! Wat denk je dat ik zo kan? Wat zei je? What? Bro, what are you talking about, man? Oké. Stel je voor, hè, dat we in een race zitten. Ja. En ik ben tweede. Ja. En jullie halen me in. Ja. Hoeveel staan jullie dan? Tweede. Nee. Ja, kan tweede. Ik met de 3 eerste staan, toch? Dan sta je vierde. Dan staat een van ons eerste, tweede, derde. Maar je bent 10 jaar geleden geboren. Ja, dan ben je in principe 2 jaar. Nee, 1 toch? Of 0? Dat weet je hoor. Oké, waarom denk jij 0? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oké, ja, deze man is scherp. Ik ga je nog eentje geven dan. Ik doe kader. Ook en zo. We got the funny man daar zo. Zeg maar na. Zeg maar na. Mooie fiets, bro. Goeiedag, meneer. Bananauto. Zie je ook maar 1 keer, hè? Als de moeder van jouw maat een move op je zou maken, zou je haar pakken? Als de moeder van mijn maat? Ja, een move op jou zou maken. Nee, natuurlijk niet. Nee. Als ze echt een 10 zou zijn, echt nee. Town to lekker gewoon. Ik zou het nooit over mijn hart kunnen krijgen. Ben je zo zuiver? Ja, man. Oké, broer. Oké. Zou je liever trouwen met een vrouw die 50.000 euro in schuld is? Of trouwen met een vrouw die 50 mannen heeft geswoosht? Dus gewoon lekker vieze dingen heeft gedaan met 50 mannen? Het eerste, man. Het eerste. Het eerste? Oké, waarom? Ik zou dat... Mijn zelfrespect ligt best wel hoog. Ja? Dus 50 vind ik best wel veel. Maar 50.000 euro in schuld, bro. Daar gaan we er heel hard aan werken. Het zou wel moeten. Ja, maar dan is de love wel, dan is de love wel sterk, bro. Ja, het is altijd drie aan deze kant. Dus. Yeah, boy. Als de moeder van jouw maat, dus de moeder van je beste vriend zo gezegd, een move op jou zou maken, zou je haar pakken? Nee, dat zal best wel ongemakkelijk zijn, denk ik. Oké. Als ze tegen jou gewoon zegt van, ik heb de laatste maanden gewoon geen actie gehad en zo. En het is gewoon puur uit... Hè? Het blijft nog steeds apart, want het is de moeder van de maat. Het blijft apart, zeker. Maar zou je de moeder van de maat helpen? En het blijft geheim. Als ze in mijn leeftijdscategorie is... Het is knap. Hoe oud ben je? 25. Okay. Hoezo je leeftijdscategorie? Ja, maar ja of nee? Als het 35 is, laat ik zo zeggen. 35, 36? Maybe. Is ze knap? Twijfelen, bro. Ja, ze is knap. Ze is een 10, bro. Oké. En misschien wel. Misschien wel. De moeder van jouw maat, van de beste maat, een move op jou zou maken. Zou je haar pakken? No, man. So that was a fucking lie. No. Dat niet. Bro, ze is een 10. Ze is gewoon echt een top notch. Ik zal het wel even met mijn mattie bespreken, maar... Wat? Ja, wat zei je? Nee, bro. Bro, wacht. Ja, als hij daar oké mee is. Ja, toch? God. Ik zeg eerlijk, er zijn ook maten... Ja, bro, met je beste maat overleggen. Nee, toch? Met je beste maat overleggen, bro. Ja.
Kan niet, man, bro. Nee, als ze zegt, het is ons geheim. Nee, man. Dan niet? Nee. Oké. Okay. Ik zal er wel eerlijk over zijn als ik het doe, langs. Jawel. Jawel. Bro. Dat is fucked up, man. Nou, Mattie van mij heeft de nicht van zijn beste Mattie gebald. Ja. Dat is waar gebeurd verhaal. Hij heeft het gezegd. Ik maak echt geen vat toe. Hij heeft het gezegd. En die beste Mattie vond het goed, hè. Zijn er staan... Zou je trouwen? Zou je liever trouwen met een vrouw die 50.000 euro schuld heeft? Of met 50 mannen naar bed is geweest? Dat is haram. Kom erbij, bro. Kom erbij. Op zich, het zal me allebei niet uitmaken. Ik bedoel, als ze na het veel in de schulden zit, dan ligt het natuurlijk ook heel erg aan van hoe gaat ze met de schulden om? Is ze bezig met afbetalen, et cetera? Ja. Maar ze heeft niks uitbetaald. En zij komt van jou... Als ze haar eigen schuld niet serieus neemt, dan zal ik het wel een probleem, denk ik, vinden. Ja, maar dus, dan zou je liever dus een vrouw hebben die gewoon al door 50 mannen helemaal... Naar de... Mij maakt mij niks uit. You don't give a fuck? Nee? Echt niet? Nee. Okay. Zolang ze niet vreemd gaat, dan prima. Maar 50 mannen, bro, ze heeft een routine. Zo. Op een motorfiets. Je moeder zit voorop. En je pa die zit achterop. Allebei zijn ze naakt. En jij ook. Ik zit bijna nog... Wel, jij zit in het midden op de motor. Of op een bank, het maakt niet uit. En je moet schuiven naar voren of naar achter. Waar zou jij in schuiven? Ten eerste zou ik vragen, hoe zijn we in deze situatie terechtgekomen? Dat zou ik me echt heel erg afvragen. Ja. Hoe komt daar zoiets terecht? Hoe de fuck... Ja. En ten tweede... Naar voren of naar achter? Als ik moet schuiven, ik zou denk ik vragen of iedereen eerst even kan opstaan, zodat we daarna comfortabeler terug kunnen zitten. Oké, okay. En als je terug zou zitten, in wat voor volgorde zou je terug zitten dan? Dat is een goede vraag. Daarmee heen gaan, daarna. Nee, dat had mijn neef inderdaad ook. Die had dus kom erbij, bro. Deze mensen openen op. Wacht even. Hij had de zus van zijn beste mattie gepierd. Hij zegt eerst, yo, mag dat? Hij zegt, ja, als je daar blij van wordt, moet je het wel vertellen. Ja, Pavel, shout-out naar jou. Ja. Hij zegt de naam, oké, bro. Oké. Shout-out, man. Oh, man. Zou je liever trouwen met een vrouw die 50.000 euro een schuld is? Of zou je trouwen met een vrouw die 50 mannen heeft gebald? Dan die schuld, man, denk ik. Die van de schuld? Ja. Oké. En waarom? Dat is nog goed te maken, toch? Maar het is meer 50 andere mannen hebben haar gewoon aan de kant gegooid, zo. Dan kan je dat toch niet... Ja, dan wordt het... Voor, hè? Ja. Dat je in een race met mij zit. Ja. En ik sta tweede. Ja, jij staat... En jij houdt mij in. Ja. Hoeveel sta je dan? Tweede. Niet antwoorden geven, hoor. Let me. Kom op. Zou je liever... Ja. Een vrouw... Met een vrouw trouwen die 50.000 euro in schuld is? Of zou je liever trouwen met een vrouw die 50 mannen heeft geswoesht? Oeh, dat is moeilijk. En hetzelfde vraag voor jou, andersom. Oh. Ja, ik weet de vrouw die 50 mannen heeft gedaan... Ik heb daar geen geld voor die 50.000 schulden. Bro, ik ga daar gewoon droppen, toch? Ja. You for real? Ja. Heb je zoveel scheid? Bro, ik heb geen... 50... Bro, ze gaat voor een reden naar mij toe, hè? Nee. Nee, ik heb geen geld. Waarom zijn mensen zo zelfverzekerd over de shit dat als vrouw... Bro, gaat het, hè? Stel je voor, hè? Dat jij bij mij in de race zit. Of met mij in de race zit. Dat is de eerste, hè? En ik sta tweede. En jij houdt mij in. Ja. Hoeveel sta jij dan? Eerste... Wat? Oh nee, wacht. Shut your stupid. Zou je liever trouwen met een man die 50.000 euro in schuld is? Ja. Of trouwen met een man die 50 vrouwen heeft ge... Liever een man die 50 vrouwen heeft geneukt. Ja. Even, ik ga toch niet zoveel schuld hebben? Wacht, ik ben zo verbaasd hierover, bro. Ja, maar ik ga geen 50.000 euro betalen. What? Bro, what are you talking about, man? Wat
Ja, bro, als... De vraag was, ze is een 10, maar heeft ook zo haar. Wat zei die antwoord? Dan wordt ze gewoon rustig een 8 of zo. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay.